Yo kijkers van Watchdog, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Let's Build serie van Helm's Deep. We zijn er vandaag weer met Dennis en in deze aflevering gaan wij verder met deze bergen die hier beneden staan. En we hebben hier al een deel van de berg, hier is een deel van de poort, hier is het andere deel van de poort en daar komen wij bij Helm's Deep aan. En het is best wel groot. Oké, we gaan beginnen bij de onderste poort van het waterrivier ding ding blablabla. En ik denk dat het handigste is om eerst met een stenen frame of met een cobblestone frame te gaan beginnen. Ja, we hebben hier bovenaan een achterwand van kobbel gedaan en van steen. Dus als we dat er ook weer in terug laten komen. Ja. Dat gaan wij doen. Maar dan denk ik dat het handig is dat wij eerst hier een beetje met kobbel gaan bepalen hoe die hier gaat lopen. Want de rivier kan natuurlijk niet zo diep worden als in de film. Want in de film had je eigenlijk dat je er gewoon doorheen kon slenteren met een fakkeltje. Maar dat kan hier natuurlijk niet. Want ja, daar heb je te diep water voor. Dan kom je eigenlijk alweer een meter in de lucht. Nou, hoe dik wou wij de muur eigenlijk maken? Dit wordt... eens even zien. Wat maken we hiervan? Dit is het midden, toch? De cobblestone? Nee, ik vraag het daarom aan jou van hoe dik wil je maken. Nou, laten we maar gewoon dik maken. Je kunt hem zo, dat je bijvoorbeeld, want je wou er ook gewoon bedrock in doen, of nee? Ja, er komt natuurlijk gewoon bedrock. Dus dat je dan hier bijvoorbeeld een muur van 3 dik bedrock in doet, en dus dan is dit het middelpunt. Ja. Dan doe je het zo. Zo, nice. Dit ziet er goed uit. Top. Oké. 3 dik, of nou 5 dik leek het wel eigenlijk. Is het ook? Zoiets. Oh, wat heb ik dit gemist, man. Ik had echt zin om weer even een keertje te gaan bouwen. Ja, maar we hebben de laatste tijd zelf allebei geen tijd gehad even. Ja, klopt. Dat is echt vreselijk. Ja, ik had echt een afschuwelijk drukke week in één keer. En die dag dit en die dag dat. Nou, iedere dag iets te doen bijna. Ja, de vakantie maakt druk, hè? Ja. Hoe kan het eigenlijk dat je het in de vakantie druk hebt? Werk. Ja, werken, ja. Nou, ik hoef aankomende week, dus maandag, hoef ik alleen maar maandag en dinsdag te werken en zaterdag dan. En dan ben ik de rest van de week vrij. En dan de week daarna hoef ik alleen maandag, dinsdag, woensdag, zaterdag te komen. Dus dat is ook niks. Chill. Dat is wel heel weinig, ja. Ja, maar dat komt dan. Ik moet vanmorgen werken. Dat is denk ik dan vandaag als de video online komt. Dus dat is 13/7, oftewel maandag de 13e. Ja, niet vrijdag. Nee. Slaan we een keertje over. Ja, gelukkig. En ja, ik vind het op zich, is het werk natuurlijk, het hoort er gewoon bij. Het is, je hebt money nodig. Zonder money kan je niks kopen, dan kan je geen kleren kopen, kan je geen geld voor school. Heb je dan alle andere basische benodigdheden heb je dan gewoon niet. Oké, dit wordt zo. En dan gaan wij hier denk ik ook iets doen met zo'n rand als hier. Want dan kom je hier het mooiste uit, toch? Waar zit je nou eigenlijk? Want ik zie jou even niet. Ik ben hier met die randen bezig. Aha. Zo. Nou, ik zit met het middelste ding even te koekeloeren. Nou, dan ga ik de zijkanten maken en dan maak jij het middelste punt. Is dat een deal of is dat niet een deal? I think it's a good deal. Oké. Oh, dit is precies. Oh, zo. Kut. Oh, oké. Oké. Oké, dan. Oh, maar ik lijk misschien ook wel wat duffer en meer geconcentreerd op de game, omdat ik echt gewoon gisteren echt het heel laat heb gemaakt. Ik kon ook bijna niet slapen. Ik was bij het feestje van Minecraft Skill, a.k.a. Stefan. Stefan. Ik wilde nog eigenlijk een bepaalde naam voor hem geven, want hij heet ook wel Esselion. Dat is een nieuwe naam, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik had ook een moment dat ik daar was en je weet wel hoe ze de wc-rol omdoen, hè? Weet je wel, je kan hem tegen de muur aan laten lopen of je laat hem over de rol heen lopen, weet je wel? Ja.
Nou, wat vind jij een normale manier om je wc-rol op de wc te laten? Het klinkt misschien heel vaag, maar. Dan moet je op de wc te laten. Nou, je hebt je wc-rol, weet je wel. Ja. Die, daar zit papier aan. Ja. En die kan je dan over de rol zelf laten lopen of tegen de muur aan, weet je wel. Dan zit die op die houder. Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar hoe heb jij het altijd lopen? Tegen de muur aan of over de rol heen? Tegen de muur aan of over de rol heen, volgens mij. Oké. Dan ben jij goed bezig. Want hij had het tegen de muur aan. Dan gaat het papier dan. Wil je het eraf halen, gaat het eerst tegen de muur aan. Ah, oh, Maar nu is zo het mijn bedoel jij, probleem. ja. Nee, bij ons zit er zo'n metalen klep overheen. Over de kant waar Ah. je hem eraf rolt. Ja, hier. Dus jij hebt de juiste manier. Daar komt het nu op neer. De juiste methode. Huh? Hoe kan dat? Oh, daar zit nog natuurlijk. Oh, daar komt de aap uit de mouw. Zo. Oh, ik kan niet zien door het gat heen We vliegen. moeten hier ook weer het water moet hier eigenlijk wel doorheen stromen. Ja, maar je denkt dat het smaller moet, of niet? Nou, dat niet per se. Ik vind de breedte van de poort was altijd wel breed. Maar het hele ding zit als het ware vast. Dus dit moet met vensters worden dichtgemaakt. Ik zou nog vetter doen. Of je moet het met gewone steel doen, met gewone iron bars, of je moet het Ja, met maar dat werkt ork. uiteindelijk. Is het niet compatible met de mod of met de plugin van de Siege? Het moet namelijk met Fences. Ja, jammer. Ja. Ik denk dat we sowieso het water hier ook iets moeten aanpassen. Om dieper moeten maken sowieso, want Ja. zo ziet het er heel raar uit. Dat het bijvoorbeeld hier een beetje. Dat het een periode is van drogen. Ja, maar kijk, als je hier dit nou weghaalt, Dennis. Dan. Ja, ik geef je gelijk. Het ziet er, als het in het water staat, ziet het er heel vaag uit. Maar als je. Ze moeten door vensters heen breken. Dus je moet ze ook de ruimte kunnen geven. Misschien zo een stuk beter is. Ja. Wacht even zo. Ja. Ik vind het wel goed. Zo. En dan moet deze eigenlijk nog even hier. Maar goed, dit is ietsjes. En dit maakt het ook wel moeilijker om er natuurlijk ook te bleachen. Maar het was wel zo dat als die gabber ook echt gewoon met die fakkel op die gates stormde zo. Aah, weet je wel. Dat hij dan ook eigenlijk wel hier veilig was. Want ze hadden hier eerst allemaal orkbombs geplant. Weet je wel. Ja. En toen liep hij er met die fakkel in. Dus dit is echt perfect. Dit hoort gewoon bij de film. Ja, omdat ik nou van de week zoveel vrij ben, ben ik misschien wel van plan om even een hele marathon te gaan kijken. Wanneer hou jij geen marathon? Nee, ik heb het eigenlijk nog niet gedaan. Nog helemaal niet. Vanaf letterlijk de eerste Hobbit af tot aan de laatste Lord of the Rings, heel de dag kijken. Dus wat ik dan waarschijnlijk doe, is dat ik een beetje half op half scherm doe. Een half scherm doe ik dan de film en een half scherm doe ik gewoon Minecraft. Dat ik de tussentijd wel een beetje kan bouwen. Ja, dat is altijd wel fijn, want dan heb je een beetje een achtergrondgeluidje. Ik heb een tijd gehad eigenlijk dat ik twee beeldschermen had. Dus dan deed ik me eens op één beeldscherm, op dat grote, je weet wel, die je hebt gezien, deed Ja. ik dan Minecraften. En dan had ik een klein scherm erbij staan, links van mij, en dan had ik dan de film aanstaan. Maar die paste nu niet meer, want ik had eerst een, zeg maar, een wat breder bureau, dus had ik veel meer ruimte ervoor. Ja, want nu had je wel een beetje een klein bureautje, Ja, en dat komt omdat het voor de kastenwand is. Een hè? Ja. kastenwand is eigenlijk gewoon een hele grote kast die heel de muur bedekt, om het eigenlijk makkelijk uit te leggen. Even een vraagje tussendoor. Dit is wel een van de breedste stukken, of niet? De pa panelen, ja, van de panelen, zeg maar, van de muur zelf wel, ja. Oké. We pakken hier even deze dingen voor, denk ik. Zo. Een beetje wat voller lijkt met kobbel, dat is wel belangrijk. Hup. Daar ga ik de fout in. Ik dacht wel, hè? Dat ding was toch helemaal niet zo lang? Hoe kan dat nou? Nou, dat Anders kan. hadden we een paneeltje kunnen plakken, hè? Dat hebben we niet gedaan. Ach ja. Het zal mij allemaal maar een borst wezen. Ja. Humor.
Ja, ik had even een hele slechte grap gemaakt in de PME-bouw. Zei iemand van, ja, moeten we voor Goblin Town een Smeagol Cave maken? Enzo, en dan iets van Enzo, had hij erachter gezet. Ik zei... Ik had zo erop gereageerd, van, gast, waarom wil je Enzo Knol in een cave zetten met Smeagol? Ik dacht van, what the fuck? Hij gelijk zei van, dat is hele flauw hoor, dat is helemaal niet grappig. Ik zeg van, of hij zei van, dat is echt een flauwe grap. Ik zeg ze van, nee, dat heet gewoon humor. Had je eigenlijk moeten zeggen, nou, dan gooien we het zout overheen. Nee, daar heb ik niet aan gedacht. Jokes. Okay. Ik vind hem nice, vooral als je van afstand kijkt. Ik vind dan wel de chunks op de server zijn al wel beter gefixt, maar nog niet perfect, om het zo te zeggen. Ja, klopt. Zo. Oh, ik ben echt gaan. Godverdomme, dat heb ik ook. Ah, ik steek je aan, jongen, sorry. Nou, ik kijk je nog niet eens aan en ik moet toch gapen, man. Huh? Wacht even, ik zit even te kijken. Je hebt hier, bij die trapjes, dan is het heel anders dan hier. Of lijkt het nou zo? Nee, dat klopt wel. Huh? Nee. Deze muur is heel anders dan de kantelen die hier staan. Ik weet het niet, maar ik heb ze in ieder geval niet gemaakt, maar dat is... Huh? Dat is heel vaag, zie je dat? Ja, ik zie het. Nou, we trekken gewoon deze manier terug. Weet je, het komt. Wat? Ik heb toen de bovenlaag waarschijnlijk overgeslagen. Toen heeft hij al die slaps vergeten opzij te plaatsen met Rolltalet. Dus oh ja, deze is plus min A en dan zonder min A ofzo. Yep. Ik zat al zo, huh? What the fuck heb jij hier gedaan? En ze moesten allemaal een blok naar links of naar rechts of... Ja, nou dan doen we dat toch met de hand zo. Wee. Oh, die is te hoog, dat is your fault. Nou, de poort is zo wel goed, denk ik. Hij valt wel op. Je weet wel dat het de middelste is. Ja, nou, hij zit ook echt bijna precies... Wacht, ik kan het precies stellen. Hij zit precies in het midden, want zij aan de linkerkant 5 panelen en aan de rechterkant 5 panelen. Oké. Nice, nice. Dan moet een torentje aan de linkerzijde eigenlijk om het af te sluiten. En dan heb je eigenlijk de deep wall, als ik het goed uitspreek. Of als het een goede woord is, deep wall, dan hebben we die eigenlijk af. Oké. Alleen de andere kant dan nog niet. Daar moeten een paar trappen komen. Ja, en dan natuurlijk de muur dus wel aan dezelfde, is wel hetzelfde aan deze kant, denk ik. Nee, ik denk dat die aan de binnenkant zitten er geen kantelen op, zo ik nog herinner. Nee. Maar dat is gewoon voor de rest vlak. Nou, dan moeten we even kijken. Misschien kunnen we het gewoon door onderstel wat hetzelfde doen, ja. Oké. Dan gaan wij eerst even... Wil je het een vierkante toren maken? Ja, hè? Ja. Dan gaan we hem doortrekken tot dan hier, denk ik, of niet? Zo, en dan... Ik zou wel een stuk met kobbel doen, omdat hij hier ook maar... Ja, ik doe het even gewoon versimpeld eventjes om ietsjes van duidelijke lijnen aan te geven. Maar ik doe het daar. En dan wordt hij 7x7, of niet? Ik vind het goed. Nou is hij dan... zo. Maar er waren ook wel heel veel leuke mensen gisteren bij. Ik had niet verwacht dat het eigenlijk nog zo druk zou gaan worden. Hoeveel mensen waren er dan eigenlijk? Is ook wel 17? Misschien iets minder. Nou, 17, 17. Nee, ik was er niet. Ik was hier ook. Nou, ik ken Steven ook helemaal niet, dus aan de ene kant wel logisch. Mm-hmm. Maar ik mocht als goed zo aan de camping Peter komen, maar dan moet ik met de trein, dus is voor mij dan ook de eerste keer. Ja, dat wordt wel spannend, hè? Dat heb je nog nooit gedaan, toch, met de trein? Nee, ja, ik ben wel eens een keer met de trein naar Slagharen geweest, maar dat was met ouderen erbij, niet in mijn één, zeg maar. Ja. Okay. Dus ik weet niet hoe ik dat wil gaan doen, of ik dan met iemand zeg van, hey, kom maar naar station in Den Bosch. Ja, ik weet niet, misschien is er wel iemand die in Limburg woont. Niemand, volgens mij, dat was Ties. Bijna iedereen woont allemaal in het noorden. Van Nederland, van alles eigenlijk, van KW en ja. Ja. Alles wat er eigenlijk omheen zit nog. Ik zit even te kijken, we hebben nou dat je dat ook, ja op zich kan het wel, ja laten we maar eerst zo doen, dan kijken we nog wat verder.
van de hele dag alleen maar in de trein te zitten wakker te worden, dan raak je vermoeid van. Jij reist bijna iedere dag met de trein, of niet? Nou, tot en met 15 juli wel, want dan heb je nog wat OV gratis. Dus ik had vandaag bijvoorbeeld, ben ik ook met de trein geweest. En ja, kost het wel geld. Maar je hebt natuurlijk altijd, het mooiste is als je het gewoon allemaal gratis mee kan nemen. Ja, nou, maar bijvoorbeeld, ik ben letterlijk al aan het sparen voor een auto. En ja, daar wordt waarschijnlijk mijn pa legt wel bij of zo. Ik weet niet wat die voor plan is te gaan doen. Maar in ieder geval, ik ben nou lekker aan het sparen. En dan, ik denk alleen nog niet voor dat camping beter is, dan heb ik mijn auto nog echt nog niet hoor. En vooral rijbewijs nog niet. Ja, rijbewijs gaat sowieso wel langer duren, jongen. Ja. Maar ja, dat is een rijbewijs, hè. Dat kost sowieso veel tijd. Dat staat er ook wel bekend. En dan gaan we mijn best op doen en hopelijk in één keer slaag. Theorie. Dat is moeilijker dan je denkt hoor. Ja, ik heb gelukkig al wel een beetje voorkennis, maar ik weet niet. Ik heb mijn scooter nou wel. Maar ik ga waarschijnlijk een Volkswagen Polo halen dan, als ik er een ga kopen. Polo! Marco Polo! Ja, dat is ook een serie, nog nooit gezien. Ik heb gehoord dat het een mooie serie moet zijn. Who knows? I don't buy cars either. Mm-hmm. So I won't know. Met je Game of Thrones weetjes, hè? Ja. Ik kwam er wel achter dat ik echt heel dom. Ik had gelezen dat het. Hoe dat is? Op Dragonstone. Maar het was. Mensen hebben in de comments gezet dat het Storm's End was. En toen. Dus ik was helemaal in mijn gedachten bezig dat het sowieso op Dragon's Reach was. Maar het bleek dus eigenlijk wel op Storm's End te zijn. Dus dat is een foutje. Ja, ik moet het weer even een keer opnieuw gaan lezen, denk ik. Ah. Maar. Nou, ik ben zelf meer Lord of the Rings. Ik weet er wel wat van, maar ik weet nog steeds niet alles hoor. Ik ben er al wel achter gekomen dat de Arken Stone is 100% zeker een van de Sermerals van de stenen. Ja, die dingen die... Maar dan moeten er dan nog twee zijn. Alleen waar die dan zijn, dat weet ik niet. Ja, en wat zouden ze eventueel kunnen zijn? Wacht. Kijk. Zo. Kijk, en laat hem hier iets naar binnen. Kiek hem gaan. Dit is wel altijd vrij lastig hoor. Zo. Een beetje een patroontje maken wat het wat meer naar buiten haalt. En dan zo. Kunnen hier kantelen op. En ja, ik zit even op sommige plekken een beetje kobbel bij te voegen. Omdat die aan de andere heeft veel meer kobbel erin zitten. Ja. De muur en alles. Dan ben ik helemaal met jou eens. Dat gewoon klopt. Zo. Oh, ik zit echt aan het scherm te kijken met een kop zo van, oh, ik moet naar bed dan. Ik moet naar bed. Het is tijd om voor jou te slapen. En dan is het nog maar 8:15. Ja. Nou, zulke dagen heb ik er ook bij. Ik heb toen echt een dag gehad. S'avonds. En toen nog echt zo van, oh, ik moet de volgende ochtend maar werken, joh. Oh. En dan de volgende ochtend word je wakker, maar dan valt het eigenlijk allemaal nog best wel mee. Dat is altijd zo, hè? Nou, niet altijd. Ik heb echt keren gehad dat je echt denkt, 's ochtends van, godverdomme. Ik ben juist eerder bang dat ik niks heb te doen op mijn werk, dan dat ik eigenlijk gewoon niks doe. Of wel naar mijn werk, of dat ik bang ben dat ik dan langer door moet of zo. Ik moet altijd wel iets doen. Ons is er altijd iets doen. Doorwerken kunnen wij altijd. En als we echt helemaal niks te doen hebben, dan is er altijd wel eentje van, jij mag wel naar huis gaan. Is ook voor hun natuurlijk goedkoper, of niet? Is voor hun natuurlijk goedkoper, want dat scheelt ze wel weer in kracht. Ja. Moet je nagaan, ik ben 5,5 euro per uur. Maar bijvoorbeeld, ze zouden iemand van 24 laten werken, dan zou het wel iets meer zijn natuurlijk. Laat het zo zeggen, bij ons is zo dat al die part-timers zijn bijna allemaal wel in de 20 of ouder. Mm-hmm. En die verdienen bijna allemaal 12 euro per uur of zo. En ik verdien maar 4,60 euro of zo per uur. En ik doe eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, maar goed, dat krijg je ook wel als je uiteindelijk ouder wordt. Als je ouder wordt, ja, dan gaat je loon omhoog. Want ik word over, als ik goed zeg, 2 maanden word ik 17. Dus dan wordt mijn loon ook weer iets omhoog gehaald. Een heel klein beetje. Ja, maar ik ga even tussendoor komen. En ik ga het een beetje voor de kijkers zieken. Maar we gaan in ieder geval in de volgende aflevering verder met Helm's Deep. Nu hebben we in ieder geval de gate af. En we hebben een stuk van de toren af. Maar in de volgende aflevering gaan we dus die toren afmaken. En gaan we beginnen met de achterkant van de poort. En uiteindelijk werken we zo van de muur. Het is eigenlijk een muur. Eigenlijk zit er geen poort in officieel. Het is gewoon een sluisje. De sluis. The weak point of Helm's Deep. Ja. Die gaan we dus afmaken. En dan komt de trap aan de achterkant. En dat gaan we nog een beetje laten zien hoe we dat gaan doen. Maar goed, dat zie je dus in de volgende aflevering. Vonden jullie natuurlijk een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Willen jullie meer zien? Abonneer natuurlijk op mijn kanaal en op het kanaal van Dennis wat in de beschrijving staat. En laat even een comment achter van wat jij van de serie vindt. En ja, misschien wat wij nog in een nieuwe aflevering zouden moeten gaan maken. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van de Let's Build Lord of the Rings. Later.